verantwoordelijke uitgever op vermeld, wel met het verkiezingsnummer en de partij. Is hier geen verplichting om een verantwoordelijke uitgever op de verkiezingsaffiche te drukken, zoals bij andere aankondigingsaffiches in de lopende jaren? Is hier een andere wetgeving van toepassing? Wij vragen hier nazicht door onze juristen, want zo kon zij er ook direct niet op antwoorden. Ik herinner mij, voor 6 jaar gebeurde dit enkele maal. De affiches die werden zoals afgesproken verwijderd door de dienst ter werke, maar de berekende kostprijs is nooit betaald. Kunnen we de onkost en de gasboete ten laste leggen van dezelfde partijnummero in Schoten? Vermoedelijk niet. Daarom is het belangrijk om die verantwoordelijke uitgever te vermelden. Wij vragen juridisch nazicht, zo hierover een positieve wetgeving bestaat, een voorstel tot toevoeging van een extra artikel en dan in de gemeenteraad van april 2018. En het artikel dat wij dan zullen wensen toegevoegd wensen te zien. Elke kiesaffiche moet op de voorzijde gedrukt een verantwoordelijke uitgever vermelden. Het nu voorgestelde politiereglement mag in deze vorm als een goedkeuring krijgen. We stellen voor om deze persoon in uniform in de gemeenteraad, mei of juni, voor te stellen ter kennismaking. Dat kan misschien in overweging genomen worden met haar dienst integrale veiligheid. Een goed idee, dat is inderdaad, dan weten jullie allemaal wie dat is, is dat een nieuwe functie. Ik zal dat zeker vragen of dat het kan. Ik weet natuurlijk die andere agenda ook niet. De rolbezem om sneeuw te vegen, de plaatsing daarvan op datzelfde toestel, de zoutstrooier daarop monteren. Kan die ombouw door onze mensen, door chauffeurs, door mechaniciëns van de dienst te werken? En kunnen die zelf alles instellen, regelen, doseren? Eigenlijk is dat één toestel dat totaal van functie wijzigt, zomer en winter. Graag een beetje info daarover. Ik had het wel graag dat er is een brochure of iets aan ingezet. Met wat foto's dat we dat niet zien. Hoe ziet dat eruit in de zomer? Hoe ziet dat eruit in de winter? Dat toestel. Of dat onze mensen bekwaam zijn om een machine om te bouwen tot een sneeuwveger of een zoutstrooier, daar hebben ze al jaren ervaring mee. Dat doen ze nu ook trouwens op de tractors. We hebben ook die tractor die dat je door de straat ziet rijden in de winter, die eruit gerust is. Dus dat wordt ook omgebouwd. Het is niet de eerste keer dat we zo'n multifunctioneel toestel kopen. We hebben er alleen die dat in volume veel groter is. Dus ik ga ervan uit, als onze mensen dat voorzien, dat één dag opleiding moet volstaan. Het is ook niet zo dat alle mensen dat gaan doen, dat is meestal wel de chauffeur die dat daar, meestal ook vragen dat ze daar dan, behalve wegens bij ziekte of verlof, zal er wel een vervanger zijn. Die mensen gaan meedoen aan die opleiding en dan ook de 2 of 3 mensen die dat in onze garage staan. Andere mensen, dat kadert ook in onze veiligheidsfuncties, ze moeten daar opgeleid worden. IGN kijkt er ook op de richting. Hè? Dus aan zich stelt zich daar geen probleem mee. En als u daar de brochures over wil hebben of technische informatie over dat toestel, dan nodig ik u uit om eens een dienst te gaan of als de inschrijvingen er zijn. Van welk merk en welke kleur dat machine gaat hebben, dat weet ik van daarop. Maar er is een variante hebben wij. Ja, natuurlijk. Wij hebben nu al de kleine tractors die dat je deze voorbije winter hebt zien rijden, nog niet zo heel lang geleden, begin maart nog. Dat zijn ook multifunctionele toestellen. Hè. Die worden in de zomer nu ook al gebruikt door onze groendienst en in de winter door de strooidiensten. Die zijn voorzien van de Cardanas. En op die Cardanas kun je multifunctioneel attributen monteren en dat is vrij eenvoudig. Hè. Dat draait mee op de motor. Dus heel veel kennis is daar niet voor nodig, alleen wat om omzichtigheid en voorzichtigheid. Dan ontstaat Dank u wel voor de toelichting.